Zo, ik zit weer in de auto zoals gewoonlijk, zeg maar, tegenwoordig. Waarom op die kruistuin, jongens? Daarom houden ze hier al afstand, want ik weet niet... Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 17 augustus 2022. En het is nou bijna... het is nou al 2:30 geweest in de middag. Ja, dus we openen hem laat. Maar dat maakt niet uit. Wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Zo, ik zit weer in de auto zoals gewoonlijk, zeg maar, tegenwoordig. Ja, en ik moet even concentreren op de weg, jongens, sorry. Maar ook dat moet gebeuren, concentreren op de weg. Ja. Ja, eens even kijken. Dus. Nee, maar ik zou gisteren nog iets aan jullie vertellen. Nee, heb ik niet nodig, dom ding. Zo.
kniplicht ging in één keer weer aan. Dat is handig. Nee, maar gisteren, ik zal even mijn raam even dicht doen. Zo, hè. Ik zal even mijn muziek even zachtjes doen. Ja, dat ben ik weer. Ja, in de auto. Dat is leuk. Ja, ik zal even een beetje zo neerzetten. Ja, dat is beter. Nee, maar ik zal eigenlijk gisteren nog iets aan jullie vertellen. En dat ga ik dus nu even doen. Gisteren was ik dus onderweg. Vanaf Roosterwerk heb ik mijn auto gewassen. Ja, moet ook gebeuren. Want ik vind het wel dat het zo netjes is als je auto weer fris en fruitig is. Want je auto is gewoon namelijk een visitepleitje op de weg. Dus, nou, dat te gedaan hebben, ging dus eigenlijk weer naar huis. Maar ik heb Flitsmeister op mijn dashboard hier. Dus ik zie alles gewoon als er wat gebeurt. Hè, zoals een tunnel afgesloten, een brug open, ga zo maar door. Dat krijg ik allemaal in mijn melding, in mijn schermpje. Dus, de tunnels waren afgesloten bij mij. Nou, dus ik ga omrijden. Maar er staat precies daar, aan de andere kant, dus mensen te wachten om dus rechtdoor te gaan. Je kan er niet door. Punt. Ga dan een andere weg. Dat vindt de politie dan ook helemaal niet erg als je maar de weg weer vrij houdt. Klaar. Punt. Dus ik denk, nou, dan laat ik ze door. Dus ik ga gewoon mijn eigen route rijden. En ik denk, nou, dan ga ik via die kant. Ja. Nou, ook niet. Staat er een politie dit te doen, zeg maar. Links of rechts. Nou. Ook daar was iemand die dat niet voldeed. Nou. Kijk, ook al zo kwaad van worden. Maar ik had dus ook een maloot voor me. Die ging dus eventjes een beetje de kruising oversteken. En toch gaan kijken. Ja, rijd door, weet je. Ik kan daar zo slecht tegen, mensen. Zo slecht. En dan heb je nog in de tunnel één rood kruis. We gaan mensen overheen rijden. Door het rode kruis. Waar zou een rode kruis nou voor en voor bedoeld zijn? Dat je daar lang doorheen mag rijden? Nee. Het is dan een gevaarzetting. Klaar. Doe het gewoon niet. Dus dan zeg ik, daar kan ik me dan zo kwaad om maken. Weet het, het is niet goed voor mijn rikketik. Maar ja, ik ben Karin en ik maak me er wel druk om. Oh, dit is zo fijn deze tunnel. Maar hij focust wel zo snel. En dan ga ik weer de tunnel uit. En ik heb ook deze open. Kijk, dat scheelt ook weer een hele hoop. Ja, ik ga ook die kant op. Ik snel. Ja, kom er maar weer tussen. Dus nee, dat eigenlijk. Dus nee, maar dat zeg ik. Ik ken daar zo slecht tegen. Dat mensen gewoon niet zich aan de. Ja, gewoon ook een. Gewoon, ja, de politie en die geeft sowieso een opdracht van die kant, zeg maar. En dan daar niet naar gehoor aan geven. Waarom niet? Waarom doen mensen dat niet? Je hebt je rijbewijs gehaald, waarschijnlijk al jaren. Dan weet je toch hoe het gaat, of niet? Ben ik dus achterlijk? Ik weet het niet hoor, maar ik zelf kan daar totaal niet tegen. Dus ja, dus wat doe ik? Ik rijd dan ook even iets steviger door en ik haal ze in en doe je, want dan ben ik ze kwijt. Want dan hoef ik ze ook niet te zien, zeg maar. Zo ben ik dan weer. Ja, het is groen. Groener als dit wordt het hem niet, jongens. Dus ja, dus eigenlijk dat eventjes, wou ik eventjes met jullie delen. Dus ja, ik ben weer even bijna 4 minuten aan het lullen, joh. Ja. En dan toch de weg. En dan toch iemand die door wil rijden. Het is hier, nou ja. Dus ik rij hier. Ja, oké, het is nu 30, maar op dit moment. Verkeerslichten buiten werking. Nou, dat is heel fijn. Dus het is zelf oppassen. Dus dat ga ik even doen. Dus tot straks. Daarom houden ze hier al afstand, want ik weet niet of er nu wat aankomt. Dan kan het er wel langs. Dan kan hij ruimte maken, deze Ibiza. Zullen we daar niet? Nee. Maar dat maakt me geen reet uit. Nee, ik wil zo bang vooruit rijden. Kijk, dit gebeurt er dus nu jongens hier. Dit zo. Want hier rechts is de brandweer. Want hier rechts is namelijk de brandweer, zoals je kan zien. Aan dat logootje. Kijk, logootje daar, brandweer.
Stel, er is een melding. En dan? Ja, en dan? Vertel. Dan moet je hier toch uit kunnen? Ja, dat lijkt me wel, ja. Ga je dan niet auto's wegduwen daar? Ga je eens even aan de kant, ik wil er langs? Ja, dat denk ik wel. Maar het is weer regenachtig, dus ja, dan wil iedereen... Dan met de auto in plaats van met de voet of met het OV. Ja, precies dat. Hé, hey, schat. Hoe gaat ie? Redelijk. Hm? Redelijk. Redelijk. Vertel. Beetje kunnen slapen. Ik heb wel berichtjes binnen, dan ben ik wakker. En van wie? Nee, en van mij niet. Van deze geen. Ja. Maar ik heb wel zachtjes gedaan. Ja. Mooi. Dat je nu binnenkwam. Ja, ik denk nou en je ligt nog te slapen, maar... Kun je denken. Ja. Dat kan ik inderdaad denken, ja. Maar ik denk, nou, ik heb wel zo weinig gevlogd en gefilmd. Vandaag, ik denk, nee. Is ook alweer eens even leuk om jou even erop te krijgen weer. Ja, ja. 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 Is ook leuk. Zo. Zo. Le. Wat? Een eikel. Wie, ik? Een eikel. Waarom nou weer een eikel? Een eikel. Nee, raapje zat lekker open, jongens. Eerlijk. Anders is die hier niet uit te houden, schat. Nee. Nee, je wil dus een beetje kunnen slapen, dus. Ja, zo. Lekker. Ja, nou, ik weet niet meer wat ik allemaal heb gefilmd. Maar dat maakt allemaal niet uit. Yo, ik ga deze vlog met jullie gezellig afsluiten. Dus, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer, reageer, belletje aan en doe het duimpje omhoog, mensen. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.